Nijmegen heeft er een uniek zwembad bij. Een zwembad van welgeteld 5 bij 5 meter. Niet bijzonder vanwege de afmetingen, maar omdat het gebouwd is op de intensive care afdeling van het Radboud ziekenhuis. Patiënten die al hun spierkracht hebben verloren omdat ze langdurig in bed hebben gelegen, kunnen nu veel sneller beginnen met revalideren. Ze hoeven niet meer te wachten tot ze van de intensive care af zijn. Meneer Buijs gaat zwemmen. Nou ja, eigenlijk gaat hij naar fysiotherapie. Hij heeft na een zware hartaanval en operatie wekenlang op bed gelegen op de intensive care. Zijn spieren zijn nu zo verslapt dat hij niet meer kan zitten, staan of lopen. Om kracht te herwinnen moet hij bewegen, hoe eerder hoe beter. Een zwembad is daarbij ideaal vanwege de opwaartse druk van het water die het bewegen vergemakkelijkt. Maar tot nu toe konden intensive care patiënten daar helaas niet van profiteren omdat ze vastlagen aan slangen en buizen. In Nijmegen is daar iets op gevonden. Een zwembad waar apparatuur en personeel gewoon meegaan. Ten opzichte van het gewone oefenen, wat we op de intensive care eigenlijk ook al doen, kun je eigenlijk veel sneller en eerder beginnen met oefenen. Dus mensen die helemaal nog geen kracht hebben en eigenlijk zelfs niet tegen de zwaartekracht hun armen kunnen bewegen, die kunnen dat eigenlijk in het water heel goed. En wij verwachten eigenlijk dat als je vroeg in staat bent om goed te trainen en dus veel beter uit het ziekenhuis ontslagen te worden, dat dan uiteindelijk de uiteindelijke afloop, laten we zeggen, het overleven, daadwerkelijk beter zal worden. Omdat meneer Buijs beademd wordt, kan hij niet praten. Maar een oud patiënt die de behandeling eerder onderging nadat ze 7 weken onder narcose had gelegen met een longinfectie, vertelt dat het bad ook een psychologische werking heeft. Op het moment dat je een poosje gedobberd hebt, helpen ze je overeind en kun je in één keer staan en kun je zelfs ineens weer lopen. En dat geeft je zelfvertrouwen, want je kunt niks. En zodra je in het water bent, blijk je dat toch weer te kunnen. En dat geeft je zelfvertrouwen dat je het in het echt ook weer kunt gaan leren. Meneer Buijs liep vandaag 4 baantjes in 10 minuten. Een topprestatie.